Afgelopen zondagavond laat loopt Vittorio Desican zijn trainingsrondje in de racehof. Op de racehofdijk wordt hij plotseling aangesproken door een buurbewoner die hem vraagt zich te legitimeren. Ik zei, waarom moet ik mijn legitimatiebewijs aan u geven? Ik ken u niet. En toen kwam de aap uit de mouw en blijkt de buurbewoner in het dagelijks leven een agent. Die net is geappt over een autodief die in de wijk actief zou zijn. Toen vroeg ik, mag ik uw legitimatiebewijs? Nee, die heb ik er niet bij. Zijn naapje. Nou, hij voldeed enigszins aan het signalement. Donkere kleding werd overgesproken. En hij kwam uiteraard aanrennen. En dat was zeker op dat tijdstip, volgens mij was het 11:15 s'nachts, verdacht. Maar Vittorio Desican heeft als ICT-instructeur op het ROC en als keurige huisvader van twee kinderen niks te verbergen. Hij legitimeert zich daarom even later aan de inmiddels opgetrommelde collega's van de agent. En toch zit Desican met een behoorlijke kater. Ik voel de pijn eigenlijk, eerlijk gezegd, als een mede-bewoners van Tilburg. Maakt niet uit of ik van een allochtone afkomst ben of niet. Ik voel echt pijn. Dat had ik er niet verwacht. Nou, ik denk dat die collega zeker niet die insteek had. Die heeft gewoon met de beste bedoelingen deze meneer staande gehouden. Ja, het was inderdaad niet zo handig van deze collega. Vittorio Desican heeft inmiddels aangifte gedaan en een klacht ingediend bij de politie.